Twee Apeldoornse scholen starten met nieuwe leerprojecten. Een busloket op het station gaat voor 4 weken dicht. Ondernemersnetwerk De Maatschappij vierde haar 100-jarig bestaan. Gasleidingen aan de Zwolse weg worden met een nieuw systeem vernieuwd. En benefietconcert voor de Filipijnen levert ruim 11.000 euro op. Het nieuws van de afgelopen week. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits weekoverzicht. Zowel het Sprengelo als de Heemgaardschool starten met ingang van het nieuwe schooljaar met een aantal nieuwe onderwijsprojecten. Bij de Sprengelo wordt er gestart met MAVO Extra. Wat houdt dat in? Nou, wat we proberen is om leerlingen een MAVO-opleiding te geven en daarnaast ook de mogelijkheid om een beroepsgericht vak te volgen. We hebben nu natuurlijk een school met VMBO, waarbij we een aantal richtingen hebben binnen de school. En dus ook veel praktijklokalen. En we proberen ze dus naast de theorie ook dingen te laten doen in die praktijklokalen. Zoals daar zijn? Zorg en welzijn, waarbij ze opleiding kunnen volgen in kappersopleiding, uiterlijke verzorging. Maar ook richting de verzorging, verpleging, keuken. We hebben een techniek waarbij de leerlingen van houtbewerken tot en met metaal, voertuigentechniek, alles kunnen volgen. En daarnaast hebben we ook economie en SDV. En SDV staat voor sport, dienstverlening en veiligheid. De MAVO-leerlingen volgen jaarlijks een aantal masterclasses. Zij kunnen kiezen uit bijvoorbeeld fotografie, EHBO, sollicitatietraining, website bouwen, culinair koken of presentatievaardigheden. Ook gaan de leerlingen ieder jaar op stage. Kunnen alle leerlingen onwillekeurig hier aan meedoen? Ja, in principe wel. Ze moeten wel goed kunnen leren om een MAVO-opleiding te kunnen volgen. En naast die opleiding, waarbij ze een MAVO-diploma gaan halen, hebben ze de mogelijkheid om vanaf de eerste klas al een beroepsgericht vak mee te nemen. Dat zijn in dezelfde schooltijd extra uren? Dat zijn niet zozeer extra uren, maar we proberen de uren zodanig vorm te geven dat het binnen de uren, en dat zijn er zo'n 33 per week, alle vakken aan bod komen. En in het eerste jaar is dat een oriëntatie op de verschillende beroepsgerichte vakken. En we noemen dat een loopbaanoriëntatiebegeleiding. Dus ze denken zelf na over wat ze in de toekomst zouden willen. En dan gaat het in de jaren 2, 3 en 4 kunnen ze dat uitbouwen? Ja, in principe wel. Of je zou kunnen zeggen afbouwen. In eerste instantie merken ze alles. Komen ze met alles in aanraking. En in het tweede jaar kunnen ze bijvoorbeeld aangeven, techniek is niks voor mij. Ik ben meer van de verzorging. En dan gaan ze daarin verder. Bij de Heemgaardschool wordt er in het nieuwe schooljaar gestart met Entrepreneurship en de Business School. Het Entrepreneurship, daar zit inderdaad het woord entrepreneur in. Dat is ondernemer. Maar het is niet sec alleen maar ondernemen, maar het is ondernemend leren. En dat wil zeggen dat wij kinderen vanaf de brugklas, in de ateneumafdeling, ateneum HAVO en ateneum, de mogelijkheid geven om een stukje eigen ondernemerschap in hun leren te vullen. En hoe gaat u er inhoud aan geven? Nou, dat is juist het spannende. Dat gaan juist de kinderen doen. Want ondernemend leren wil zeggen dat de leerlingen een stuk van hun opleiding zelf mogen invullen. Uiteraard onder begeleiding van een coach. En gaan daar dus zelf een leerroute van maken. En die staat open, die richting, voor alle leerlingen? Of moeten ze ook nog aan bepaalde eisen voldoen? Ze moeten zeker aan eisen voldoen. Want u moet zich voorstellen, onze ateneumafdeling die is heel gestructureerd. Er staan vakdocenten die precies het programma voor hen uitstippelen. Dat blijven we ook zo doen. Het is alleen zo dat er een aantal kinderen, dat merken wij, gewoon zelf wat meer initiatief willen nemen. Zelf wat ondernemender zijn dan andere kinderen. En voor die kinderen stellen we deze richting open. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen aan het eind van groep 8 eerst een intake moeten doen. Als deze succesvol is doorlopen, starten zij in de brugklas met het project Jij de Baas. Waarbij ik wel moet zeggen, het grootste deel van de kinderen zal gewoon op een normale manier de Heemgaard gaan volgen. En daar zijn ook prima bij gebaat. Het zal dus maar een klein stukje van de populatie zijn. Wij verwachten dat dat ongeveer 15 à 20 kinderen zijn die deze route gaan volgen binnen het gewone normale ateneum. Dan hebt u het Entrepreneurship en de Business School. Wat is het verschil tussen die twee dan? Nou, je moet je voorstellen, Entrepreneurship, dat is ondernemend leren vanaf de brugklas. Stel dat een kind zegt, ik wil daar inderdaad echt letterlijk het ondernemerschap in. Dan ga je dus echt meer economisch bekijken. Dan is de mogelijkheid om vanaf klas 4 in het ateneum, maar ook in het HAVO, wil ik er maar
benadrukken, de business school te doen. En dan ga je echt het ondernemerschap meer in de economische zin van het woord oppakken. Ook scholieren van andere scholen kunnen aan deze projecten meedoen. Zeker. Het is zeker de bedoeling om in HAVO 4, maar ook Atheneum 4, om leerlingen die op een andere school zitten, daar de onderbouw doen. Of misschien de MAVO hebben gedaan en door willen op de HAVO. Dat ze bij ons inderdaad de business school kunnen gaan volgen vanaf volgend schooljaar al. Busreizigers kunnen vanaf morgen alleen nog in de bus een kaartje bemachtigen. Het loket bij het NS-station gaat de komende 4 weken dicht. Op die plek verrijst straks een nieuw gebouw. Op het busstation lopen vanaf morgen medewerkers rond met een geel hesje die de reizigers van de nodige informatie kunnen voorzien. Op vrijdag 20 december gaat het vernieuwde loket weer open. Op de fotovakschool werd afgelopen maandagavond het 100-jarig bestaan gevierd van het departement Apeldoorn en Epe van ondernemersnetwerk De Maatschappij. Voorheen De Maatschappij voor Nijverheid en Handel genoemd. Wat houdt nou eigenlijk het ondernemersnetwerk in? Het netwerk De Maatschappij is opgericht al in 1777 op landelijk niveau. Op departementaal niveau dus nu slechts 100 jaar. We zijn nog een jonkie in dat opzicht. Maar eigenlijk verbinden wij de mensen vanuit zowel overheid als ondernemers, als de kennisinstellingen, dus het onderwijs, op een zodanige manier dat we vanuit gelijkwaardigheid met elkaar proberen standpunten te delen en kennis uit te wisselen. Wat zijn nou de activiteiten van dit departement? Apeldoorn en Epe organiseert per maand een bijeenkomst. Dat kunnen bedrijfsbezoeken zijn, dat kunnen overlegvergaderingen zijn, dat kunnen ook organisatiemomenten zijn waarop we met elkaar bepaalde thema's bespreken. En op die manier hebben we kort geleden landelijk gezien een debat gehad over energie, schaliegas, heel actueel. En dat wordt nu ook naar de departementen doorontwikkeld, waarbij we ook onze eigen energieproblematiek en ons eigen departement kunnen bespreken met elkaar. Onder de vele genodigden was ook de schrijver en oud-politicus Jan Terlouw. Hij was een van de vele sprekers van die avond. Ik vind dat de overheid helderder moet zijn. De overheid moet zeggen, dit zijn onze doelstellingen, dit zijn onze randvoorwaarden en jullie gaan het doen. Dan moet je in een gelijk speelveld. Ik ben niet dol op subsidies, wel in de kunstensector, maar niet in het bedrijfsleven. Je bederft het gelijke speelveld eigenlijk. U gaf ook aan dat de duurzaamheid in Nederland slecht scoort. Ja, dat blijkt uit allerlei vergelijkingen. Dat Nederland, als het gaat om CO2-uitstootvermindering, om het aandeel duurzame energie, dat Nederland echt absoluut niet in de top voorkomt. Voorzitter Theo Sieremans kreeg uit handen van burgemeester John Berends, zoals hij dat zelf zei, een lege envelop. Hoe belangrijk is dit ondernemersnetwerk voor Apeldoorn? Nou, het geeft al aan dat het eigenlijk haar duurzaamheid al bewezen heeft, want 100 jaar word je niet zomaar natuurlijk. En ik heb mezelf nog eens even wat laten brieven erover. De Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel bestaat al sinds 1777, ik bedoel maar. Dus nee, het is echt een gremium waar ondernemers en overheid en onderwijs als organisaties elkaar ontmoeten. Ik denk wel dat ze een stap ook verder naar de toekomst zullen gaan maken om ook weer dichter met elkaar te gaan samenwerken. Na de sprekersronde was er de gelegenheid tot netwerken en stond er een uitgebreid buffet voor de genodigden klaar. De komende weken worden er een aantal gasleidingen aan de Zwolseweg vernieuwd. Ter hoogte van de Anklaarseweg en de Papegaaiweg wordt er met een nieuwe methode de gasleidingen vernieuwd. De zogenaamde kousmethode techniek wordt voor het eerst in Gelderland toegepast. Jullie zijn bezig met onderhoud van de gasleidingen op een nieuwe manier. Wat zijn de voordelen? Nou, het voordeel dat de straat niet meer open hoeft. Kost ook minder geld in de situaties waar we dat kunnen doen. Dus heel veel minder overlast. Je zegt in de situaties waar we dat kunnen doen. Dus het kan niet overal? Nee, we kiezen heel bewust voor de locaties die we doen. We kijken echt wat kosten zijn in combinatie met de overlast. En je kunt het ook niet bij alle gasleidingen doen. En in dit geval kunnen we dat dus wel. Met speciale technieken wordt er een nieuwe binnenvoering in de leiding aangebracht. Deze operatie wordt met een cameraatje in de leiding helemaal gevolgd. Deze binnenvoering kan er echt gewoon 50 jaar mee. Dus, 50? 50 jaar, ja. Ja, we hebben het uitgebreid getest en ook mee geoefend. En de leidingen waar we het toepassen, die zijn gewoon eigenlijk weer als nieuw. In totaal wordt de 1700 meter gasleiding op deze wijze vernieuwd. Behalve dat het kosten- en tijdsbesparend werkt, kent dit systeem nog een belangrijk voordeel.
je ziet hier een fietspad en dat zou eigenlijk normaal helemaal open moeten. Ook als we bijvoorbeeld een snelweg zouden hebben waar we ook onderdoor moeten, of in een binnenstad, dan moet de boel helemaal open. Dat hoeven we nu niet te doen, alleen een klein stukje van de weg hoeft open. In de avond, nacht en ochtenduren hebben alle huishoudens binnen dit gebied wel gas. De werkzaamheden duren nog tot 20 december. Gisteravond werd er in de Onze Lieve Vrouwenkerk een benefietconcert gegeven voor het getroffen gebied op de Filipijnen. De opbrengst ging niet naar de gezamenlijke hulporganisaties toe, maar naar twee organisaties die al jaren op de Filipijnen actief zijn. Hoe kwamen jullie op het idee om dit te gaan doen? Ik hoorde van wat er gebeurd is op de Filipijnen en samen met mijn man waren we zo getroffen omdat het gebied is waar Peter een aantal jaar geleden is geweest. Tacloban, Guyan, alle steden die je hoort. Hij liep daar een paar jaar geleden en was toen al zo getroffen door de armoede dat wij zeiden wij moeten iets doen. En wat kunnen we doen? Ja, wij kunnen muziek maken. En zo is het begonnen. De opbrengst gaat naar twee aparte stichtingen, niet naar Giro 555. Waarom is dat? Nou, wat ik al zei, dat mijn man is daar geweest en die is daar geweest met de Philippine Aid Fund, waar Amy Carrado aan het hoofd staat. Zij is een Filipijnse vrouw die zich al 24 jaar in Nederland inzet voor haar land en bezig is een ziekenhuis te bouwen wat volledig verwoest is door de ramp. Een soort ontmoetingsplek heeft voor de hele omgeving. En wij willen haar helpen om te herbouwen en haar volk helpen. En Compassion zijn we ambassadeurs van. En ambassadeurs omdat we geloven in hun werk. Ze hebben alleen al in het gebied 19.000 kinderen die ze sponsoren. En wij willen hen helpen om die kinderen weer een nieuw huis te geven. De hulporganisaties de Philippine Aid Fund en de internationale christelijke organisatie Compassion waren gisteren bij het benefietconcert aanwezig. Zowel als stichting? De stichting was eigenlijk al jaren bezig om een kleine ziekenhuis te realiseren. Met al die voorbereiding die we hebben. Noodgebouw neergezet waar wij jaarlijks medische missie gaf. Waar 1000 mensen kwamen voor hulp. Mensen die echt geen geld hebben. Die gesponsord werden door de ondernemers vanuit Nederland. Voor medicijnen in samenwerking met de lokale artsen. En dit wordt gecoördineerd door mij vanuit Nederland. En alles wat wij opgezet hebben in die 10 jaar is nu weg. Ja, dat begreep ik, want u komt zelf uit de Filipijnen. Is dat ongeveer uit dat gebied wat nu zo getroffen is? Die zit daarin ongeveer het gebied, dat is mijn geboortegebied. En daar staat ook ons project van de stichting de Philippine Aid Fund. Ja. Dus u raakt het dubbel? Triple, 10 maal, meerder, mijn geheel. Ik heb begrepen dat er een aantal boten gecharterd zijn om rijst naar de gebieden te brengen. Wow. Dat klopt? Dat is super cool. Terwijl dat de grote vliegtuigen landen op de Filipijnen, stagneerde de hulp omdat er onbegangbare wegen waren. Coördineerde ik vanuit Nederland naar de Filipijnen, liet een team overvliegen met de vliegtuig naar een ander zuidelijke gebied van het eiland die niet geraakt is. Huurde daar een boot, stortte het geld vanuit Nederland naar die plek, daar ter plekke reis gekocht en zo de fishingboot gehuurd. En volgeladen met 1000 kilo zakken rijst, gevaren rechtstreeks naar een eiland die diep geraakt is, waar nog geen hulp geweest is voor 5000 inwoners. En zo konden de dorpeling voor 3-4 dagen eten voorzien. En terwijl dat de grote vliegtuigen vanuit het buitenland, giga grote militaire vliegtuig, niet binnen kan komen, daar ging een eenvoudige fishingboot, gevuld, geladen met rijst en zo door de lokale bevolking ontvangen en door de struiken heen, door de rommel heen. Het ontroerde me dat de overlevende keihard werk om de 50 kilo zak rijst per zak te slepen om het uit te delen onderling. Het ontroert me diep. En dat, wat ik zeg, het geld dat binnenkomt in de stichting, dat gaat heel direct daar naartoe, naar die mensen. Daar wordt niks betaald, alles is vrijwilligerswerk. Je bent van de internationale christelijke organisatie Compassion. En jullie zijn al vanaf 1972 in de weer, wereldwijd. Maar ook op de Filipijnen. Wat doen jullie daar onder andere? Wij helpen daar op dit moment zo'n 67.000 kinderen die in extreme armoede leven. En wij helpen deze kinderen om eigenlijk het volle potentieel wat in hen zit, dus de mogelijkheden die in hen gelegd zijn, om die te laten ontwikkelen. Dus we willen eigenlijk armoede breken in hun leven en hen als het ware opvoeden om zelf verandering te brengen in hun eigen land. Jullie hebben 4 vliegtuigen gedoneerd om voor jullie wat te doen, zoals? Ja.
Nou, wij werden vrij vlot na de ramp, waren we in staat om vanuit ons netwerk hulp te gaan bieden. En vanuit bevriende relaties kregen we 4 vliegtuigen, gewoon gratis aangeboden om hulpgoederen uit Noord- en Zuid-Filipijnen naar het rampgebied te vliegen. Dus we waren op verschillende plaatsen waren we de eerste die daar aankwamen met noodgoederen. Dus op het eiland Ormoc was nog geen hulp, was nog niemand geweest. En toen kwamen we daar met het vliegtuig. Maar ook schepen zijn ter beschikking gesteld om goederen te varen. Heel veel NGO's en ziekenhuizen bijvoorbeeld kwamen bij Compassion. Die zeiden, jullie hebben de infrastructuur in dit land, jullie kennen de gemeenschappen. Kunnen wij via jullie de eerste hulp gaan verlenen? Dus dat is wel fantastisch, dat niet alleen dat wat we zelf kunnen inbrengen, maar ook wat via andere organisaties komt, gewoon weer in ons netwerk mogen uitzetten. Het geld wat vanavond opgehaald wordt, afgezien van hoeveel, maar wat gaan jullie daar precies mee doen? Nou, dat zal in eerste instantie gebruikt worden voor noodhulp. Dus noodhulp op al die plekken waar we al jaren zitten en waar wij de extreem armen kennen. Hen zullen we helpen op dit moment met bijbels, met voeding, met medicijnen, met zeilen om een huisje, een hutje te hebben. Gewoon waar ze weer even kunnen oriënteren, waar ze kunnen leven. En vervolgens zal dat overgaan in de komende tijd in een stukje wederopbouw. Dus herbouw van huizen, traumacounseling en dat soort dingen. Op het Benefietconcert traden een aantal artiesten belangeloos op, waaronder het koor The Circle of Life, Celine Jansen en Ellie en Rickert. Hoeveel geld hoopt u binnen te halen vanavond? Nou, als ik eerlijk ben, dan hoop ik toch zeker 10.000 euro. Dus dat is wel echt een beetje het doel. En ik hoop stiekem nog meer. Alleen ik wil dan een beetje realistisch zijn. De ruim 500 bezoekers konden hun bijdrage schriftelijk doneren middels een eenmalige machtiging. Tot nu toe is er al ruim 11.000 euro opgehaald.